Mijn naam is Jeroen en in deze videoreeks zal ik een aantal verschillende soorten poëtische termen met jullie gaan behandelen. Vandaag gaan we het hebben over verschillende soorten rijm. Er zijn heel veel verschillende manieren van rijmen. Je hebt bijvoorbeeld volrijm, halfrijm, eindrijm en middenrijm. Volrijm is de meest bekende manier van rijmen, waarbij zowel de klinkers als de medeklinkers met elkaar rijmen. Bijvoorbeeld water en kater. Bij halfrijm rijmen alleen de klinkers of alleen de medeklinkers met elkaar. Wanneer alleen de klinkers met elkaar rijmen, noemen we dat een assonantie. Bijvoorbeeld raam en staan. Wanneer alleen de medeklinkers met elkaar rijmen, noemen we dat een alliteratie. Bijvoorbeeld gulle, gever. Er is ook nog eindrijm. En dat is wanneer we aan het eind van de regels de beklemtoonde en de beklemtoonde klinkers plus één of meer medeklinkers gelijk aan elkaar zijn. Als laatste heb je ook nog middenrijm. Er is sprake van middenrijm wanneer de woorden midden in de versregel rijmen op de overeenkomstige geplaatste woorden in de volgende regel. Ik heb hier een kort voorbeeld van Jacobus Revius, waarin zowel eindrijm als middenrijm voorkomen. Nog die verraderlijk uw togen voortgericht, nog die versmadelijk uw spogen in het gezicht. Hier zien we hoe verraderlijk en versmadelijk een middenrijm vormen en gericht en gezicht een eindrijm vormen. Vond je dit nou interessant? Overweeg dan om vriend te worden van Grenade. Voor slechts een paar euro per maand help je ons om de meerstemmigheid van poëzie zichtbaar te maken. Dank jullie wel.